Op 15 september presenteerde Scania zijn eerste volledig elektrische truck en een vernieuwde hybride truck. Hoog tijd dus om even daar dieper op in te gaan. Een zeer goedemiddag, beste kijkers, en welkom tijdens deze bijzondere live-uitzending vanuit ons hoofdkwartier hier in Breda. Ik ben Stefan Rongé en ik heet u van harte welkom. Gisteren was het mooi weer buiten en was er ook een historisch feit eigenlijk dat Scania zijn eerste e-mobility platform heeft gepresenteerd wereldwijd. En in het bijzonder zijn Scania eerste batterij-elektrische truck en een nieuwe plug-in hybrid. Vandaag spreek ik met verschillende gasten, diverse Scania-executives, over dit verheugelijke productnieuws. U hebt de gelegenheid om vragen te stellen tijdens deze uitzending. En per spreker kom ik dan terug met de meest gestelde vragen. Ik begin vandaag de uitzending met onze Scania Benelux Managing Director, Janko van der Baan. Welkom, Janko, voor jou. Dankjewel. Scania presenteerde gisteren dus haar nieuwe e-mobility platform. Hoe belangrijk is dit platform voor Scania? Scania heeft hoge ambities als het gaat om het reduceren van de CO2-uitstoot. Wij moeten niet alleen, net als alle andere leveranciers, voldoen aan de Europese doelstellingen van een reductie van 15% CO2 in 2025 en 30% in 2030. Maar Scania heeft zich ook nog eens gecommitteerd aan de Science Based Targets. Een initiatief van onder andere de Verenigde Naties en het Wereld Natuurfonds om al in 2025... de eigen uitstoot met 50% te verminderen en de uitstoot van onze producten met 20%. Dat is nog scherper dan de Europese doelstelling en geen van deze targets is vrijblijvend. Oké, Janko, en hoe vertaalt zich dat nu in de praktijk? Nou, Scania is op diverse fronten, ook in deze coronatijd, bezig met het verduurzamen van zowel gebouwen, fabrieken en onze activiteiten, zoals programma trucks, bussen en services. Stap voor stap wordt daar naartoe gewerkt. En wat betekent dat nu bijvoorbeeld voor onze fabrieken? Dit jaar zijn wereldwijd alle 10 de Scania-fabrieken losgekoppeld van fossiele energiebronnen. En de volgende stap is om ze volledig energie-neutraal te maken. Scania-productie Meppel is gestart met de nieuwbouw van een compleet energie-neutrale lakfabriek. En ook in ons eigen dealernetwerk in de Benelux worden de nodige stappen gezet om de uitstoot van CO2 te reduceren. Oké, en dan het nieuwe e-mobility-platform is dan eigenlijk een logische volgende stap? Juist. Dat nieuwe e-mobility platform, Stefan, moeten we inderdaad in deze context bezien. Bovendien is dit nu het juiste moment daarvoor. De tijd van elektrische proefballonnetjes, die is voorbij. Het product is volwassen en de markt is er klaar voor. Oké, Scania die staat al vele decennia lang bekend voor zijn diesel, zijn hoge rendements dieselmotoren, zeer betrouwbare motoren. Nu met integratie, introductie van deze elektrische voertuigen, ja, betekent dit het einde van de dieselmotoren? Nou, ik heb al eerder de verwachting uitgesproken dat we ergens tussen de 5 en 10 jaar vanaf nu meer elektrische voertuigen dan voertuigen met een verbrandingsmotor gaan verkopen. Maar ik zie toch ook voor de verbrandingsmotor, het zij een dieselmotor, het zij een gasmotor, een toekomst weggelegd. Maar dan wel een met hernieuwbare brandstoffen. Scania heeft alweer 5 jaar geleden een duidelijke keuze gemaakt voor duurzaamheid met onze eerste hybride truck en het breedste programma voertuigen voor hernieuwbare brandstoffen in de markt. Dus daar hebben we inmiddels uitgebreide ervaring mee. En nu maken we feitelijk de volgende stap. Oké, dus de dieselmotor met fossiele gasolie als brandstof, als universele oplossing, ja, die tijd is voorbij. Nou, ik zou zeggen, de huidige Euro 6 dieselmotor is nu de meest efficiënte motor in ons programma. Het is meer de brandstof die nu onder het vergrootglas ligt. Neem bijvoorbeeld HVO 100, bio-LNG of bio-CNG.
Met die brandstoffen reduceer je de CO2-uitstoot met maar liefst 90%. Oké. En welke toepassingen zullen in de visie van Scania het langste focus houden op de verbrandingsmotoren? Hier denken wij met name aan de zwaardere toepassingen of het grensoverschrijdende lange afstand vervoer. Want die twee zullen heel lastig zijn om op korte termijn elektrisch op te lossen. We gaan een boeiende tijd tegemoet waarin maatwerk het toverwoord gaat zijn. We zullen meer dan ooit goed inzicht moeten hebben in de transporttoepassing van het voertuig om een goed advies aan onze klant te kunnen geven. Oké, heel duidelijk. Gaat de nieuwe elektrische aandrijflijn deel uitmaken van het modulaire systeem, Janko? Maatwerk, Stefan, dat zit in de genen van Scania. Juist omdat we met ons modulaire systeem niet anders gewend zijn. De nieuwe aandrijving zal dan ook zeker als een nieuwe module worden toegevoegd. Maar dan wel een hele bijzondere. Oké. Je praat nu over elektrisch, dieselmotoren, gasmotoren. Ik mis in dit rijtje de waterstoftruck. Kunnen we van Scania op dat vlak nog iets verwachten? De brandstofcel met waterstof als brandstof is zeker een hele interessante ontwikkeling. Scania heeft daarvan al enkele voertuigen rijden in een testomgeving. En technisch gezien is het totaal geen probleem om een voertuig op waterstof te laten rijden. De uitdaging bij waterstof is dat er nu nog erg veel energie kost om op deze energie te kunnen rijden. Dus van alle energie resteert uiteindelijk maar 30-35% voor de aandrijving van het voertuig. En voor Scania is dit moment simpelweg niet goed genoeg. Dit rendement van dit voertuig moet echt hoger zijn, willen we daarmee op de markt komen. Uiteraard zullen we deze ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Ervan dat de markt klaar was voor elektrische voertuigen, waar blijkt dat nu uit? Diverse klanten vragen al langer wanneer Scania af fabriek elektrische voertuigen gaat leveren. Dus eigenlijk vragen ze naar een fabrieksoplossing met alle garantievoorwaarden en ondersteuning door de dealerorganisatie die daarbij hoort en die u als klant van ons gewend bent. Met name in de retail, de stedelijke distributie en de gemeentelijke taken brengt de inzet van deze zero-emissietrucks direct een groot voordeel. En mijn collega komt daar straks uitgebreid op terug. Klanten vragen al langer, Janko, naar elektrische trucks van Scania. Zijn zij de enige? Nou, wij zien bij alle stakeholders in de branche een serieuze interesse. Dus niet alleen bij onze klanten, maar ook bij hun klanten, de grote opdrachtgevers. Daar zijn vaak ook ambitieuze doelstellingen vastgelegd en transport speelt daarin een grote rol. Bij de overheden zien we deze belangstelling al langer terug. Zowel lokaal, met bijvoorbeeld milieuzones en green deals, als nationaal is er veel focus op elektrische voertuigen. Oké. Kortom, een rooskleurige toekomst voor de elektrificatie van het transport. Ja, we zien eigenlijk een belangrijke rol voor elektrisch transport binnen ons programma. Naast, zoals eerder gezegd, de andere duurzame oplossingen. We zijn ervan overtuigd dat de gehele transportsector zich bewust is van het proces wat nu in gang is gezet en wat ook niet meer zal stoppen. Om de trucks op te kunnen laden hebben we natuurlijk voldoende elektriciteitscapaciteit nodig. Er zijn best wel wat uitdagingen om die laadinfrastructuur te verhogen. Wat is jouw mening hierover? Nou, Stefan, er zijn twee belangrijke voorwaarden in te vullen om de batterij elektrische voertuigen echt succesvol te laten zijn. De eerste betreft de capaciteit van het huidige elektriciteitsnet. Om een groeiend aantal elektrische trucks te kunnen laden, zal de capaciteit van dat net aanzienlijk uitgebreid moeten worden. Dat signaal is al vaker afgegeven aan de instanties, maar kan wat mij betreft niet vaak genoeg herhaald worden. Aan onze kant groeit het aantal trucks en bussen. En de laadcapaciteit moet hiermee gelijke tred houden. Het zou zonde zijn als we dit momentum zouden laten wegglippen. Oké. Okay. Je spreekt over twee voorwaarden. Wat is nu de tweede voorwaarde? Nou, die andere voorwaarde betreft hier de herkomst van de elektriciteit. We gaan pas echt stappen zetten wanneer we die ook voor 100% groen wordt opgewekt. Anders verplaatsen we feitelijk de CO2-uitstoot alleen maar van de uitlaat van de truck of de bus naar de schoorsteenpijp van de elektriciteitscentrale. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Je bedoelt op deze manier dat de CO2-uitstoot eigenlijk van de binnenstad verplaatst wordt naar ergens anders? Exact. In de directe omgeving waar de elektrische truck wordt ingezet, daar zullen ze er blij mee zijn. Maar de omwonenden van de elektriciteitscentrale zullen veel minder content zijn.
Dus per saldo schieten we hier niets mee op. Als we serieus stappen willen zetten richting het akkoord van Parijs en de beperking van de opwarming van de aarde, ja, dan zijn er nogal wat open eindjes. Oké, Janko, ik vat het even samen. Dus batterij, elektrische Scania voertuigen zullen belangrijker worden in de toekomst. Maar er blijft toch wel een behoefte aan die dieselmotoren op, of gasmotoren op hernieuwbare brandstoffen. De markt is er klaar voor en er ligt een concrete vraag bij de OEM voor een oplossing. Maatwerk gaat belangrijker worden dan ooit tevoren. En de elektriciteitsbedrijven moeten een tandje bijsteken voor wat betreft de oplaadinfrastructuur en het vergroenen van die opgewekte stroom. Heb ik het zo goed verwoord, Janko? Ja, zeker, Stefan. Ja. Een mooie samenvatting. Ik zou zelf willen zeggen nog dat de netbeheerders van ons elektriciteitsnet wel meer dan een tandje moeten bijschakelen om te voorkomen dat het hele proces van verduring stagneert. We zitten nu in een flow dat er in de branche en eigenlijk in de hele maatschappij draagvlak is voor een bredere inzet van elektrische trucks. Transportondernemers moeten ook het vertrouwen hebben dat deze trucks niet alleen nu, maar ook in de toekomst ingezet kunnen blijven worden. Oké, Janko, we zitten natuurlijk in een live-uitzending. Hè? We gaan eens kijken of dat de kijkers de vraag hebben gesteld. Ik zie één vraag over de waterstoftrucks. We hebben er al kort over gesproken. Het feit is dat de kijker vraagt, andere merken bieden dit wel aan, Scania niet. Hoe komt dat? Ja, allereerst zullen er nog niet heel veel merken zijn die het op dit moment echt al aanbieden. Er wordt wel veel over gesproken in de industrie. Er wordt gesproken over wanneer het mogelijkerwijs wel gaat komen. Bij Scania benoemen we dat niet. We testen het concept. En zoals ik al eerder zei, technisch is dat geen probleem. En als het product rijp is om te produceren, dan zullen we dat zeker doen. Maar dan moet die opbrengst van die energie, die nu op 30-35% blijft haken, ja, daar moet er wel iets meer uitkomen. Willen we daar onze klanten blij mee kunnen maken. Oké, duidelijk. Bedankt Janko voor jouw toelichting. Graag gedaan. Scania presenteerde dus niet enkel gisteren haar e-mobility platform, maar eigenlijk het eerste elektrische voertuig uit een nieuwe serie. En de cabine zal jullie misschien wel heel herkenbaar lijken, maar onder die cabine ligt er een hele nieuwe, complete aandrijflijn. Intussen aangeschoven bij mij Nico van Houwermeire, sales director België-Luxemburg. Welkom, Nico. Hallo, Stefan. We hebben al gepraat over Scania's e-mobility platform, over twee nieuwe producten, dus de batterij-elektrische Scania en de nieuwe plug-in hybrid. Laat ons later even inzoomen op die producten kenmerken. Maar ik zou graag willen beginnen met jou een vraag te stellen over onze klanten en bij wie we eigenlijk die eerste elektrische voertuigen terug zullen zien. Kan je daarover iets vertellen? Ja, eerst en vooral starten met effectief een historische dag voor ons allemaal vandaag bij Scania. En als het gaat over die interesse bij de klanten, ja, die wordt eigenlijk heel breed gedragen. Iedere transporteur wil graag weten wat de ontwikkelingen zijn in de markt voordat men gaat investeren. Dus wij horen deze vraag geregeld terugkomen. Nu, de voertuigen die we nu introduceren, die zijn helemaal afgestemd op de inzet in stedelijke gebieden. Dus dat wil zeggen gebieden waar milieuzones echt een rol spelen en waar de toepassingen ook in verband met geluid steeds aan belangrijkheid toenemen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de retail, de winkelbevoorrading. Ja, dat klopt. Maar ook voor de inzet bijvoorbeeld bij gemeentes en andere lokale overheden. Deze trucks kunnen uitstekend worden ingezet als bijvoorbeeld vuilnisauto of in de infrabeheer. Dat klinkt als een veelzijdig inzetbaar voertuig. Ik neem aan dat het geluid of
of het ontbreken daarvan ook een rol speelt? Ja, want als we het hebben over die winkels en supermarkten, Stefan, dan bevinden die zich doorgaans in drukke stedelijke gebieden. De plaatsen waar veel mensen wonen en werken. En regelmatig vindt de bevoorrading ook 's nachts plaats in dat soort van gebieden. Dus dat is, laat ons zeggen, een beetje het domein van de elektrische truck. En dit geldt zowel voor de batterij-elektrische truck als de plug-in hybrid? Ja, helemaal. Dus beide trucks kunnen probleemloos worden ingezet in een zero-emissiezone. Beide kunnen volledig elektrisch hun werk doen. Het is wel zo dat bij de plug-in hybride dat er ook nog de mogelijkheid bestaat om op de snelweg over te schakelen naar de verbrandingsmotor, als je meer kilometers wil gaan doen. Maar ja, dan hebben we het liefst ook met een hernieuwbare brandstof zoals HVO. Nico, jij zit daarover met de klant aan tafel. Wat is dan de concrete vraag die jij krijgt? Maar die vragen die zijn heel, heel variabel. Van de basisvraag van hoe kunnen wij onze CO2-uitstoot reduceren tot het summum waar mensen volledig emissieloos willen gaan rijden. Nu, het ene konden we al sinds geruime tijd, meer dan 5 jaar, invullen met onze LNG- en CNG-motoren. En wat betreft die zero-emissie hadden we eigenlijk al een oplossing met onze hybride truck. Wat er nu de laatste 48 uur aan het gebeuren is, is alleen maar een heel mooie uitbreiding in onze duurzaam aanbod. De ecologische voetafdruk is dus een belangrijk motief voor deze vraag. Merk jij daar een groei in? Absoluut. Het zijn de uitzonderingen die geen milieuambities hebben gemaakt. Dus we zien dat die milieuambities er zijn bij onze klanten. Dat daar vaak ook een oorsprong ligt bij de opdrachtgever van de klant. Dus de klant van onze klant. En de grote transportfirma's die hebben vrijwel zonder uitzondering doelstellingen vastgelegd voor het verlagen van de ecologische voetafdruk. En laat ons eerlijk zijn, de component transport heeft daarin natuurlijk een heel belangrijke rol. Dus ja, om maar samen te vatten dat wij die vraag heel vaak tegenkomen. In feite speelt de klant van onze klant dan een grote rol in de keuzes die gemaakt worden voor transport en logistiek, toch? Ja, dat klopt. En voor ons is dat een super gegeven, een super positieve evolutie dat wij zien dat we meer en meer aan tafel geraken bij onze klant en de klant van onze klant. Om eigenlijk een beetje overkoepelend mee te praten over de investeringen. Dat maakt de mogelijkheden heel inzichtelijk voor ons. Het geeft ons ook een beetje meer inzicht in achterliggende motieven, echte noden die bij onze klanten leven. En uiteindelijk profiteren we er allemaal van wanneer de uiteindelijke transportoplossing zo veel mogelijk op maat is gemaakt. Nico, zijn meer stakeholders dan de klant en zijn klant, neem ik aan. Praten jullie ook met meerdere partijen? Ja, absoluut. De brandstofleverancier bijvoorbeeld is daar een goed voorbeeld van. Daar gaan we ook mee aan tafel. De keuzes aan brandstof zijn natuurlijk flink uitgebreid de laatste jaren. Laten we maar even stilstaan bij LNG en bio-LNG, maar ook HVO komt steeds meer in beeld. En daar kunnen onze klanten nu ook al flinke stappen mee zetten, want ons motorgamma is daarop ingesteld. En daar komt dan nu ongetwijfeld de elektriciteitsleverancier bij? Ja, alleen gaan we die nu niet brandstofleverancier noemen, maar energieleverancier. Maar op zich blijft het proces hetzelfde. Het gaat over een goede informatieuitwisseling, zodanig dat de gezamenlijke klant de best mogelijke oplossing kan worden geboden. Duidelijk, Nico, in de nieuwe elektrische aandrijflijn zitten best wel veel nieuwe componenten. Een van de belangrijkste componenten, neem ik aan, is het batterijpakket. Wat kan je daarover vertellen? Maar ik zou meer zeggen, Stefan, ik denk dat het dé belangrijkste schakel is. Als we over een elektrisch voertuig spreken, dan is de actieradius die kan gedaan worden op 1 batterijlading het belangrijkste aspect. Dus we gaan zo dadelijk meer in detail kijken wat betreft het product en producttechniciteit. Maar die belangrijkheid van die batterij, ja, dat was voor ons de belangrijkste aanleiding bij Scania om alweer een heel aantal jaren terug een strategisch partnership op te zetten met Northvolt voor de ontwikkeling van een truckbatterij die eigenlijk helemaal zou worden ontwikkeld volgens onze Scania-standaarden. En ja, we weten ook dat de ontwikkelingen op dat vlak momenteel heel hard gaan. Maar als we kijken naar enerzijds ons elektrisch platform en anderzijds ons modulair concept, dan kijken wij met heel veel vertrouwen naar de toekomst, want wij zullen die ontwikkelingen zeer snel kunnen opvolgen. En eigenlijk past dit geheel helemaal in onze huisfilosofie van continu verbeteren.
Nico, Scania is van oudsher een merk waar chauffeurs hoog in het vaandel worden gedragen. Er wordt heel veel aandacht aan besteed. Hoe gaat dat nu zijn met die elektrische voertuigen? De chauffeur die blijft een ontzettend belangrijke schakel in de hele keten. Hij of zij bepaalt op een truck met een diesel- of gasmotor in hoge mate het brandstofverbruik. Wat betreft de elektrische truck is dat dan de invloed op de actieradius. Dus die belangrijkheid van de bestuurder neemt alleen maar in belang toe. Al onze elektrische voertuigen kunnen trouwens ook opgeladen worden door regeneratief remmen. Een beetje vergelijkbaar met een moderne Formule 1-wagen. Dus heel belangrijk dat de chauffeur de nodige training en continue coaching krijgt. Wat mooi is dat dat bij ons allemaal behoort tot ons totaalpakket dat we aan de klant aanbieden. Een laatste vraag voor jou, Nico. Wanneer mogen de klanten jullie bellen om erin te laten noteren, om eentje te bestellen? Die mogen mij vanavond onmiddellijk al bellen, Stefan. Geen enkel probleem. Alle gekheid op een stokje. De officiële orderintake richting de fabriek zal starten voor ons in november. Dus dat geeft ons nog wat tijd om een en ander op orde te zetten. En de eerste trucks die zullen vanaf begin volgend jaar geleverd gaan worden. Oké. Ik dank jou, Nico. Graag gedaan. Ik kort nog even samen. Dus de eerste focus ligt op stedelijke toepassingen en winkelbevoorrading. Beide onze producten, dus de batterij elektrische truck en de plug-in hybrid, zijn geschikt voor zero-emission zones. Er is steeds meer contact met de verladers en de energieleveranciers. De batterijontwikkeling is volop in gang. En natuurlijk, de chauffeur blijft enorm belangrijk voor Scania. Ik kijk samen met jou, Nico, nog eens of dat er vragen zijn. Er is één vraag gekomen. Wat is de meerprijs van een batterij-elektrische voertuig? Een vraag die je misschien wel had zien aankomen. Ja, die hadden we wel een beetje zien aankomen. Wat we zien, Stefan, ik vat het een beetje zo samen. We spreken over maatwerk. Dus het is niet aangeraden om daar dan één prijs gaan op te roepen. Dat is ook niet de bedoeling van dit evenement. Dus daar... Belangrijk ook om te vertellen dat de rendementsfactor is eigenlijk heel belangrijk. Wij gaan met onze ploeg de komende weken werken op hoe kunnen we een TCO-berekening, een total cost of ownership-berekening, voor onze klanten zo goed mogelijk inzetten. En ik voeg er graag ook nog aan toe dat we moeten er breed naar kijken. Want dat laat ons wel wezen als we kijken naar bijvoorbeeld inzetbaarheid. Ja, een elektrische truck zal een enabler zijn in de toekomst. Mm. Het is soms het verschil tussen de business doen in een emissieloze zone of niet. Dus dat opent perspectief toch veel breder dan enkel de truckprijs aan zich. Oké, heel duidelijk. Dankjewel, Nico. Graag gedaan. Ja, beste kijkers, het lijkt nu de hoogste tijd om meer in te zoomen op die productkenmerken. Op de twee nieuwe producten zelfs. Dus die compleet nieuwe batterij-elektrische truck en de nieuwe plug-in hybrid. En ik verwelkom hier bij mij Leroy Palina. Welkom, Leroy, ook van mijn kant. Aan jou de eer om de twee producten voor te stellen. Dankjewel, Stefan. Ik ga jullie vandaag een beetje meenemen in alle technische details van beide nieuwe elektrische voertuigen. En momenteel hebben we natuurlijk al veel voertuigen rijden op duurzame hernieuwbare brandstoffen. En sinds 2015 hebben we de eerste hybride geïntroduceerd. En dat was destijds nog in het PGR-programma. En sinds 2017 hebben we die ook in de New Truck Generation. En deze trucks die rijden rond en die worden al lang bij klanten ingezet. Het eerste productnieuws van vandaag is dan ook de multi-battery plug-in hybride. En het concept is gebaseerd op de huidige hybride, maar dan met meer accucapaciteit. De huidige versie heeft voor de last mile momenteel een range van 10 km volledig elektrisch, waarbij nu de multibattery plug-in hybride een last mile heeft van 60 km. Dus ik denk dat we dan al over veel meer kunnen spreken dan alleen een last mile. De klanten kunnen hiermee de binnenstad volledig elektrisch blijven rijden. Ja, en daarmee is de plug-in hybride multibattery een volwaardige truck voor echt in de zero-emissiezones. Een beetje dieper induiken in de specificatie. Dus de multibattery plug-in hybride die is beschikbaar in combinatie met een low-entry cabine
of een P-cabine. Ja, wat een ideale toepassing is voor stedelijke en regionale distributie. En deze cabine die kan gecombineerd worden op een bakwagenchassis in de asconfiguratie 4x2, 6x2 of 6x2 ster 4, wat een 6x2 is met een gestuurde naloopas. Het hybride systeem zal gecombineerd worden met een 9 liter verbrandingsmotor, dus met een 280 pk, 320 of 360 pk een 5-cilinder motor. Deze 5-cilinder die wordt gekoppeld aan een 130 kW elektromotor, waarmee je dus het hybride systeem krijgt. En deze elektromotor moet ook zijn energie ergens vandaan halen. En namelijk, deze wordt gevoed door 3 accupakketten van elk 30 kWh, waarmee dus de totale accucapaciteit neerkomt op 90 kWh. Nou, met een plug-in hybride heeft men natuurlijk altijd de mogelijkheid om hem op te laden middels een stekker. In dit geval is dat de CCS2 connector die zich onder de accubak bevindt. En zoals al werd aangegeven, de chauffeur die kan door middel van regeneratief remmen het accupakket ook bijladen. Als we deze al reeds bewezen zuinige brandstofmotor combineren met de toepassing van een elektromotor, krijg je eigenlijk best of both worlds. En wanneer je de truck ook nog eens laat rijden op HVO, is de impact op het milieu echt minimaal, terwijl onze klant daar heel veel flexibiliteit voor terugkrijgt. En door het slim inzetten van het gebruik van deze elektromotor kan zelfs het brandstofverbruik gereduceerd worden tussen de 15% en 40%. Ja, Leroy, met een bereik van 60 kilometer in volledig elektrische modus kunnen we, denk ik, verreweg de meeste binnensteden moeiteloos bedienen. Dat maakt het een zeer veelzijdig voertuig. Hoe verhoudt die plug-in hybride zich nu tegenover de batterij-elektrische versie? Ja, goede vraag. Ik denk dat het een bepaald gedeelte voor zichzelf spreekt, namelijk er zit geen verbrandingsmotor meer in. Dus de volledig elektrische Scania heeft een nieuw ontwikkelde elektromotor, welke een continu vermogen heeft van 230 kilowatt. Dat zegt de meeste mensen misschien niet zo heel veel, maar omgerekend is dat ongeveer 310 pk. Ook heeft men door middel van een toepassing van een elektromotor ook nog een piekvermogen, namelijk van 295 kilowatt, wat omgerekend ongeveer 400 pk is. Dus daarmee kan zeg maar elke klant, zeker in het distributiesegment, denk ik heel goed uit de voeten. Koppel, respectievelijk 1300 Nm continu koppel, maar dus ook weer een piekkoppel van 2200 Nm, wat echt wel indrukwekkend is te noemen. Nou, dit vermogen wordt overgegeven vanuit de elektromotor naar een aandrijfas. En er zit nog een versnellingsbak tussen en die beschikt over 2 versnellingen. En met je achterruit erbij heb je de 3. De grote voordelen van de toepassing van een elektromotor ten opzichte van een verbrandingsmotor, die spreken voor zich. Door deze aandrijflijn krijgt de chauffeur een directe respons, zeg maar, en veel betere controle over zijn truck. En dat allemaal zonder emissies of overtollig geluidsoverlast. Beetje hetzelfde als met de multibattery plug-in hybride. Kan deze beschikken over een low-entry cabine of een P-cabine. Eveneens op een bakwagenchassis 4x2, 6x2, 6x2 ster 4. En daar houden de overeenkomsten een beetje op. Want ja, hoe zie je nou echt dat we het daadwerkelijk hebben over een Scania batterij elektrisch voertuig? Namelijk wat we bij de introductiefilmpjes al zagen. Er is een discrete blauwe strip in de frontgril aangebracht en ook in de deurgrepen. En wat daarnaast denk ik nog meer opvalt, is dat we niet meer de pk's in de frontgril hebben staan, maar dat we een nieuwe type aanduiding hebben, namelijk 25L of 25P, wat staat voor de vermogensoutput van de elektromotor. Scania staat natuurlijk ook voor continu ontwikkelen en dat betekent dus dat we in de toekomst daar meer varianten van zullen zien en dus ook die type aanduidingen zullen veranderen. Hetzelfde als een beetje met de multibattery plug-in hybride. Een batterij-elektrisch voertuig moet men ook opladen. Dezelfde CCS2 connector, maar dit keer bevindt die connector zich in het rechter boegschild bij de grill. En natuurlijk kan de chauffeur de batterij-elektrisch voertuig altijd opladen door middel van regeneratief remmen. En wat hebben we dan nog meer? Ja, we hebben nog meer keuzes. Dat is namelijk, hoeveel accu's nemen we mee? We hebben 2 type accupakketten. We kunnen kiezen uit 5 accu's of 9 accu's. Nou, hoe meer accu's we meenemen, hoe meer ruimte we nodig hebben. Dus de wielbasis zal ook groeien naarmate we meer accu's meenemen.
Voor 5 accu's hebben we een wielbasis van 3950 nodig. En dat is de afstand gemeten van de eerste vooras tot aan de eerste aangedreven as. En voor 9 accu's hebben we 4350 mm nodig. De maximale wielbasis voor een batterij-elektrisch voertuig zal 5750 zijn, waarbij we denk ik dus een heel groot deel van onze klanten in de distributie prima kunnen bedienen. Nou, dan zegt dat natuurlijk niet zoveel, de hoeveelheid accu's. Belangrijk is hoeveel energie zit daar nou in. 5 accu's is 165 kWh, waarmee men een range heeft van 130 km. En 9 accu's heb je 300 kWh, waarbij men een range heeft van 250 km. Dit is de actieradius zeg maar, in één stuk gereden. Die is natuurlijk afhankelijk van het gewicht, type carrosserie en de topografie. Maar dat die totale range uitkomt tot op 250 kilometer. Ik denk toch dat heel veel van onze klanten daar prima mee uit de voeten kunnen. Ja, en niet te vergeten, onze klanten zeg maar, die in de distributie zitten, die rijden ook heel vaak gekoeld vervoer. Dus die hebben een koelmotor en die moet ook aangesloten worden. Dus om daarom in te voorzien, hebben we een stekker die een maximale vermogen kan afgeven van 60 kilowatt. Zodat je je koelmotor daarop kan bedienen, volledig elektrisch. Oké, Leroy, dank je voor deze toelichtingen. 2 nieuwe trucks. Ik denk dat onze klanten enorme stappen vooruit kunnen maken met het verduurzamen van het transport. 1 vraag nog. Wanneer we nu de beide trucks naast elkaar zitten, wat is de beste keuze? Ja, de beste keuze is natuurlijk altijd relatief. De beslissing ligt namelijk altijd bij de klant zelf. En wij vanuit Scania zullen onze klant zo goed mogelijk adviseren om de juiste keuze te maken. Het zijn 2 producten met evenveel overeenkomsten als verschillen. Zit men relatief veel op de snelweg met hoge kilometrages, ja, dan is de multibattery plug-in hybride meer geschikt. Ligt het zwaartepunt meer in de binnenstad en stedelijke distributie, ja, dan is een batterij-elektrisch voertuig wel de uitgelezen keuze voor onze klant. Oké. Ook voor jou, Leroy, gaan we even kijken hè, of dat er vragen zijn gesteld geweest door de kijkers. Even kijken. Ja, er is een vraag gesteld. Komt er ook een elektrisch aangedreven trekker? Nou, op dit moment is de introductie zeg maar, dat de multibattery plug-in hybride en de volledige elektrische Scania alleen op bakwagenchassis kan. En dat heeft simpelweg te maken met de ruimte die we nodig hebben om de accu's te monteren. Waar ik over sprak, de in 2017 geïntroduceerde plug-in hybride, dat is die met 10 kilometer range, die is gewoon beschikbaar op trekkers. Dus ja, we hebben een elektrisch aangedreven trekker beschikbaar voor onze klanten. Zodat ze in ieder geval met een trekker in een zero-emissiezone kunnen rijden. Oké, heel duidelijk. Bedankt ook aan jou, Leroy. Absoluut. En dan gaan we, beste kijkers, nu door naar onze laatste gast. Zoals bij al onze voertuigen hoort natuurlijk ook bij deze reeks batterij-elektrische trucks een goede en betrouwbare ondersteuning door ons service dealer netwerk. Ik praat daarover met onze director services Benelux, Koen Appels. Welkom. Dank je. Koen, kan je aan de kijkers aangeven wat nu de impact is van die nieuwe trucks op het servicenetwerk? Zoals altijd, wanneer er een compleet nieuw gamma producten of een nieuw product aangeboden wordt, moeten wij zorgen vanuit onze dealerorganisatie voor de best mogelijke ondersteuning van onze klanten. De voertuigen worden ook steeds complexer en het wordt steeds moeilijker voor onze klanten om er zelf aan te sleutelen. Dus uiteraard kunnen ze dit met een gerust hart aan ons overlaten, dus ook zeker voor deze elektrische trucks. En de klanten kunnen hiervoor in de Scania werkplaats terecht? Ja, uiteindelijk wel. Hè. Maar wij volgen hierin, zoals altijd, de vraag uit de markt. Je moet begrijpen, om een elektrisch voertuig te kunnen en te mogen onderhouden, is er speciale tools nodig, apparatuur nodig, specifieke opleiding en zelfs een aanvullende certificering. Hè. Op dit ogenblik is bij ons netwerk in Benelux hebben wij 4 werkplaatsen die al klanten bedienen voor hun hybride voertuigen. Hè. En deze zijn dus ook al volledig erkend voor elektrische voertuigen. Hè. En vanuit de serviceorganisatie gaan wij er dan ook voor zorgen dat de klant de nodige ondersteuning krijgt wanneer hij zijn eerste meters met zijn elektrische truck gaat maken. Oké, en deze uitrol die volgt dan de vraag in de markt en zal geleidelijk plaatsvinden, neem ik aan. Wanneer verwacht je in de Benelux een dekkend netwerk te hebben?
Ja, maar zoals je zelf zegt, het hangt volledig van de markt zelf af. Janko heeft daarnet ook al gezegd, dat we verwachten dat tussen de 5 en de 10 jaar van nu, dat wij meer elektrische trucks gaan verkopen dan trucks met een traditionele verbrandingsmotor. Dus mijn inschatting is dat we daar ruim voor die tijd landelijk dekkend zullen zijn. Je moet het een beetje vergelijken met de uitrol van de LNG en de CNG werkplaatsen. Ook voor dit onderhoud was een aanpassing van ons netwerk nodig en daar zijn we ondertussen wel in geslaagd. Dus we blijven de markt volgen. Oké. Okay. Kunnen we rond de nieuwe batterij-elektrische trucks verder nog nieuwe services verwachten, Koen? Ja, vandaag wordt het platform neergezet. En uiteraard zal nu in de komende tijd het worden verder uitgebreid met nieuwe producten, nieuwe services. Maar dan moet je gaan denken aan diensten die eigenlijk het rendement van de truck verhogen of de uptime verhogen. En tegelijkertijd ook de eigenaar of de chauffeur ontzorgen. En kun je daar een specifiek voorbeeld van geven? Ja, neem bijvoorbeeld onze Scania Zone. De Scania Zone die hebben we eigenlijk al geïntroduceerd toen onze hybride truck eraan kwam. En deze detecteert de milieuzones bijvoorbeeld in de binnensteden en past daar automatisch de aandrijflijn op aan. Dus de overschakeling naar elektrische aandrijflijn gebeurt automatisch, zodat de chauffeur er niet moet aan denken en niet ongewild de wet gaat overtreden. En uiteraard met de nieuwe hybride truck en het bereik van 60 kilometer komt de inzet van Scania Zone nog veel meer tot zijn recht. Oké, dankjewel Koen voor deze toelichting. We krijgen dus niet alleen nieuwe producten, maar ook de bijbehorende diensten en ondersteuning om het maximale rendement uit de inzet ervan te halen. Heb ik dat juist samengevat? Dat heb je helemaal goed begrepen. Okay. En uiteraard kan onze klant verzekerd zijn dat wij vanuit de werkplaatsen hem zullen helpen als hij met de trucks gaat rijden. We gaan ook met jou even kijken of er vragen zijn gesteld geweest door de kijkers. Worden de nieuwe trucks ook geleverd met een eventueel repair en ja, ik denk een R&O-contract, een repair en maintenance contract. Ja. Uiteraard, dus als wij vandaag verkopen we al meer dan 60% van onze trucks met een servicecontract. Dus uiteraard kan de elektrische truck en dan de onbekendheid van de technologie hierin niet ontbreken. Dus zoals we zeiden, wij gaan absoluut onze klanten ondersteunen. Dus onder andere met een servicecontract zal dit veel helpen om de keuze te maken. Oké. Okay. Kijk nog even. Nee, er is geen andere vraag. Oké, okay. Koen, bedankt voor jouw toelichting. Graag gedaan. Dan zou ik graag deze uitzending afsluiten met te zeggen dat Scania interesseerde gisteren een nieuwe batterij-elektrische truck met een bereik tot 250 kilometer en een nieuwe plug-in hybrid met een bereik tot 60 kilometer, uiteraard in elektrische modus. Dit zijn de eerste producten van het nieuwe Scania e-mobility platform en vanaf nu zullen in de loop van de tijd regelmatig nieuwe producten en diensten worden aangeboden. Ik zou graag nog onze gasten van vandaag, de sprekers, willen bedanken voor hun toelichtingen. Als u meer productnieuws wenst, dan kan u dat terugvinden op onze website scania.be of scania.lu. Ik zou u willen bedanken voor uw aandacht en graag tot de volgende keer. Het is nu tijd om verder onze 2 virtuele salons te bezoeken. Verzamel informatie, bekijk of herbekijk alle video's en stel zeker uw vragen aan de beschikbare exposanten via de live chat. Een fantastische manier om echte informatie te verkrijgen.